Ik had een reactie gekregen van een persoon die iets ouder is. En die reageerde op een aantal van mijn vorige video's en posts over de jongere generatie. Ik had al tips gegeven voor de jongeren. Dus als je echt jong bent en tips als je dan wil gaan ondernemen. Ik doe hier regelmatig ook op kantoor doe ik een gratis jongerenavond voor jongeren onder de 20. En dan gaan we een avond een beetje dingen vertellen op basis van hetgeen wat ik nu weet. Wat ik eigenlijk wilde weten toen ik echt nog heel jong was. Ik ben nog steeds jong natuurlijk, ik ben 31 nu. Maar toen ik 15, 16, 17, 18, 19, 20 was. Als ik toen wist wat ik nu wist, ja, dat was nu nog een stuk beter geweest. En dus ik ben daar wel van gepassioneerd. Ik vind het super om met jongeren te werken. Waarom? Omdat jongeren heel simpelweg van links naar rechts kunnen gaan. Heel makkelijk een switch kunnen maken van het minder goede naar het goede bijvoorbeeld. Omdat ze nog niet zo heel veel dat is de mindfulness bel die je tussendoor hoort. Die hier om het half uur afgaat. Moet even dankbaar zijn voor hetgeen waar... Anyway, focus. Wat was ik? Die mindfulness bel die werkt niet altijd goed. Maar dat heel makkelijk is om van het minder goede naar het goede te switchen. Omdat ze minder bagage mee hoeven te zeulen dan iemand van bijvoorbeeld 50, 60, 70 jaar. Dat is nogal een verschil. Want als je jong bent, dan word je niet gehinderd door enige kennis. Je gaat gewoon, je kunt makkelijk aanpassen. Nou, de realiteit is dus als je wat ouder bent, dat je gewoon meer bagage meeneemt. En dat je misschien iets meer de dingen doordenkt. En misschien iets minder in mogelijkheden denkt. En misschien ook wat minder mogelijkheden hebt. Voor je gevoel. Dus in deze video wil ik de oudere generatie wil ik aanspreken. En eigenlijk één knelpunt van veel mensen die iets ouder zijn dan 18, 20, 30 of 40, misschien wel 50, misschien nog wel ouder. Wat ik vaak zie bij dit type ondernemer die bijvoorbeeld op dat moment nog ondernemer moet gaan worden of het internet wil gaan toepassen, is dat een voordeel is dat je bijvoorbeeld al heel veel discipline hebt opgebouwd door de jaren heen. Je hebt misschien al heel lang een fulltime baan gehad. Je bent al heel lang ondernemer bijvoorbeeld en je wil gewoon het internet gaan toepassen. Een voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld al discipline hebt. Je hebt heel veel ervaring. Een nadeel is dus dat je misschien heel veel bagage hebt meegenomen wat niet altijd per se positief is. Maar een knelpunt van veel ondernemers die al een beetje op leeftijd zijn, is dat vaak dat de technische kennis minder is dan iemand van 15 of 20 of 25. Je ziet het nu al bij kindjes van 2 of 3 bijvoorbeeld, die niet een normaal boek kunnen lezen. Die pakken als ik een boek erbij pak. Die kijken een boek en die gaan daarop, weet je, alsof het een iPad is. Die kijken gewoon of ze er ook op kunnen klikken en zo. Dus die zijn er echt mee opgegroeid. En de mensen die wat ouder zijn, die moeten echt nog wennen aan al die nieuwe technieken. En die lopen daardoor een beetje een achterstand op. En het grootste knelpunt is dus niet zozeer dat ze geen technische kennis hebben, maar dat ze proberen alles zelf te doen. En als je op leeftijd bent en je hebt geen technische kennis, je hebt er echt... Ja, je wordt er een beetje kriegel van, dan raad ik gewoon echt aan om een rechterhand te nemen die het allemaal wel begrijpt. Dus dat jij gewoon echt een marketingkennis kunt opdoen en een ondernemerskennis, de kennis omtrent jouw vakgebied, dat je dat gewoon echt goed gaat beheersen. En vervolgens een rechterhand neemt bijvoorbeeld die alles voor je kan uitwerken en die de technische dingen doen, zodat jij mogelijkheden kan blijven denken in plaats van moeilijkheden. Want als jij alles zelf moet gaan doen, ga je absoluut in moeilijkheden denken. Dus dat is mijn advies absoluut aan mensen die echt geen technische kennis hebben. Probeer iemand te vinden die excuses voor de telefoon die open gaat. Dus Danielle die staat hier voor en die zal waarschijnlijk nu nog een keer bellen. Maar die weet niet dat ik een video aan het opnemen ben. Maar zij kan het heel goed gewoon vaker achter elkaar bellen. Zie, gaat hij weer. Dus, maar we gaan gewoon door. Dus vind iemand die je kan ondersteunen en die je kan helpen bij de technische zaken, zodat je gas kunt geven. Want als je stil kunt blijven staan en als je gefrustreerd raakt omtrent die technische zaken, dan gaat het er nooit worden. En op een gegeven moment ga je het internet vervloeken. Alleen, we moeten het internet echt omarmen en dat geeft ons zoveel mogelijkheden en possibilities. Nou, ik moet nu stoppen, want ik kan je garanderen, nog, het zal zijn, 3 seconden en belt ze weer. Dus, ik ga nu kappen met deze video. Maar bedankt voor het kijken weer en excuses voor het chaotische gebeuren. Maar ja, dat overleven we alweer. Tot de volgende video. Doei!